In deze video zetten we een foto om naar deels een lijntekening. Een van de eerste dingen die ik moet doen is een scheiding maken tussen de foto zoals ik hem nu heb en de foto met de lijnen. En dat ga ik dan dadelijk weer in elkaar mengen. En om te beginnen ga ik dus eerst deze camera selecteren. Dat doe ik met de snelle selectietool, die vind je hier. En heb je daar nou het toverstafje staan, dan hou je het knopje wat langer ingedrukt en kies je voor snelle selectie. En in plaats van de camera te selecteren ga ik gewoon de gebieden eromheen selecteren. En als ik dat gedaan heb, draai ik mijn selectie met Ctrl, Shift en I om. En ik heb op dit moment alleen de camera geselecteerd. En deze ga ik naar een nieuwe laag brengen door middel van de sneltoetscombinatie Ctrl J. En je ziet, er verschijnt een laag bij. En als ik nu de achtergrondlaag uitzet, dan zie je dat we enkel en alleen de camera hebben. Op deze losse camera ga ik dus een aantal bewerkingen doen. En voordat ik begin ga ik hem eerst omzetten naar een slim object. Want als ik later nog aanpassingen wil maken, dan kan ik dat altijd nog doen. En dat doe je door met rechts op de laag te klikken en te kiezen voor omzetten in slim object. Er komt een klein vierkantje bij te staan in je laag en dat betekent dat we te maken hebben met een slim object. De eerste stap die ik ga doen is gewoon alle verzadiging eruit halen. Ondanks dat deze camera zwart is en de letters wit, zitten er her en der toch nog wel wat rode accenten. En ook die wil ik dadelijk gewoon keurig in zwart-wit hebben. Dus om dat te doen ga ik naar boven, naar afbeelding, aanpassingen en kies ik voor kleurtoon en verzadiging. En trek ik gewoon de verzadiging naar -100. En ik druk op OK. Mijn camera is zwart en wit. Nu kan ik hem omzetten naar lijnen. En dat doe je bij filter en dan de filter gallery. En daar kies je onder bij stileer voor oplichtende rand. En al het zwarte wordt geëgaliseerd en mijn witte lijnen worden zichtbaar. Echter, helemaal tevreden ben ik nog niet. Als je op 100% inzoomt, het is allemaal vrij grof. Dus ik zet de breedte van de rand vrij klein en de helderheid weer vrij hoog. Maar ik hou het allemaal wel vloeiend. Doe je dat niet, dan wordt het namelijk erg korrelig. En ik kies in dit geval voor 14. En ik druk op OK. Nu heb ik dus een wit lijnenspel van mijn camera en een zwarte camera. En dat wil ik eigenlijk precies omgedraaid hebben. Dus ik ga deze laag omkeren door op Ctrl en I te drukken. En ik krijg opeens een zwart-witte camera. Ik krijg een soort outline van mijn camera. Alleen is dit nog niet helemaal perfect. Maar dat is in een handomdraai ook weer opgelost. En dat doe ik heel eenvoudig met niveaus. En niveaus kun je bereiken via de sneltoets Ctrl-L. En het enige wat ik moet doen is eigenlijk gewoon het wit een klein beetje boosten. En de vlakken hieronder, die gewoon net niet egaal wit zijn, die worden dat dan wel. En je ziet ook dat er een beetje zwart van mijn streepjes verdwijnt. Dus ook het zwart ga ik harder aanzetten. En dan komen die gewoon weer een stuk terug. En ik druk op OK. Nu is mijn camera dus zwart-wit en ben ik wel tevreden over mijn lijntjes. Alleen de achtergrond is net niet spierwit. Ik wil de camera de achtergrondkleur aan laten nemen. En dat doe ik gewoon heel eenvoudig door een nieuwe aanpassingslaag te maken. Hieronder bij het zwart-witte bolletje te kiezen voor volle kleur. En ik druk nu nog even op OK. En ik zet de dekkingsmodus van de laag van normaal op vermenigvuldigen. En alles wat dan wit is, zal dan verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dus mijn kleurvulling die verdwijnt. Nou, ga ik een nieuwe kleur kiezen, dus ik dubbelklik op de kleur. En nu ga ik eigenlijk gewoon de achtergrondkleur selecteren met het pipetje. En je ziet, we zitten op een hele lichte tint grijs. En ik druk op OK. De laagmodus blijft wel staan op vermenigvuldigen, maar ik ga hem nu koppelen aan de camera door gewoon de Alt ingedrukt te houden en tussen de twee lagen te gaan staan. Dan krijg ik een ander icoontje en als ik dan klik, dan wordt hij alleen toegepast op de camera. Ik vind hem echter wel iets te donker. Dus ik dubbelklik nog een keer. En ik kies gewoon een andere kleur. Iets die beter past. En het spierwitte is er net vanaf. Zet ik hem bijvoorbeeld uit, dan is dit spierwit. En hier is het witte er gewoon net vanaf. Hij past iets mooier bij de achtergrond. En nu is het dus zaak dat ik eigenlijk gewoon zeg van... laat ook gewoon de oorspronkelijke foto zien. En dat doe je weer heel eenvoudig door een groep aan te maken van alle bewerkingen die we gedaan hebben. Als ik nu de laag kleurvulling selecteer en de Ctrl ingedrukt hou en de laag van de camera selecteer, dan heb ik beide lagen geselecteerd, kan ik ze in een groep zetten, doe ik met de sneltoets Ctrl-G en nu kan ik op deze groep een masker gaan leggen. Als ik de Alt ingedrukt hou, krijg ik daar een keurig zwart masker bij en krijg ik dus gewoon mijn camera te zien. En nu kan ik twee keuzes maken. Ik kan met de kwast bijvoorbeeld zeggen van nou, hier wil ik lijntjes zien door met een witte voorgrondkleur de groep zichtbaar te maken. En zo kun je delen van de camera bij wijze van spreken terughalen. Of als ik dat even ongedaan maak, je zou ook gewoon met de lasso tool een stuk eromheen kunnen selecteren. En dan je selectie in het masker, als het masker geselecteerd is, gewoon omdraaien. En dan krijg je dus deels een lijnentekening. Nou, ben je nou nog niet helemaal tevreden over hoe de details van je lijnen zijn, dan kun je natuurlijk gewoon nog terug naar je groep. En omdat we een slim object hadden gemaakt, kunnen we nu dubbelklikken op het woord Filter Gallery. En dan kunnen we bijvoorbeeld nog aanpassingen maken. Als ik bijvoorbeeld de breedte van de rand ietsjes hoger zet, dan zie je dat dat meteen effect heeft. En ook kan ik het niveaus nog een keer aanpassen. En om het absolute scherpe eraf te halen, besluit ik om op deze laag nog via filter vervagen, Gaussiaans vervagen, een kleine vervaging toe te passen. Niet te veel, want dan wordt het gewoon onscherp. Maar als je op 0,1 staat, dan is hij best behoorlijk gekarteld. En ga je nou bijvoorbeeld naar 0,3 of 0,4, dan is net het scherpe er even af. En op die manier kun je dus gewoon heel eenvoudig een object wat je gefotografeerd hebt deels omzetten in een lijnentekening. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei!